This is it. Here I stay. I'm the light. Ze hunkeren ook een beetje in geleen naar een prijs, hè? Laat ze maar lekker hunkeren en maar afwachten wat er allemaal gebeurt. Eerste douchewedstrijd. Ja. Wat denk je ervan? Moeilijk. Dit is tekenend voor de wedstrijd. Den Haag wint het op alle fronten. Het wordt uiteindelijk 2-9. Een echt pak op de ijshockeybroek. Veel nieuwe spelers, nieuwe coach. Het heeft gewoon zijn tijd nodig. En zoals ik zeg, een ijshockeyseizoen is geen sprint, maar is een marathon. It's only pain. It only hurts. I'm only down on the floor where I've been before. And I'll be here again. Als ik het nummer zie van een speler, dan ga ik hem niet vol in zijn rug checken. En dan moet de scheidsrechter, moeten die spelers beschermen. En dat doen ze niet en dat is jammer. Dat is heel erg triest en heel erg jammer. Kan zomaar door. Oh, wat een goal. Het zou toch wel heel zonde zijn als Den Haag nu nog op gelijke hoogte gaat komen. En in dat ik het zeg, wat een domper voor Geleen. Versus Ieders met Dummers aan de rechterzijde met Forgie. En daar is het doelpunt! Ja! Daar is het doelpunt! Ja! Het doelpunt van Ieders in de laatste seconde. Ja! Het was Ieders winnen. Tot het gaatje dat de jongens zijn gegaan. En dat kon niet zonder jullie steun. Dankjewel. Mike Pellegrims, de coach, de succesvolle coach, die verlaat de Geleense club al aan het einde van dit seizoen en gaat dan naar Wolfsburg. Daar wordt hij assistent. Iedereen die er heeft meegewerkt, het hondstrouwe publiek hier in Geleen. Geweldig, dankjewel. En maak er een feestje van. Ieders ziet een 5-0 voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dit is Joey Wilson met de hele belangrijke 6-4. O'Coin legt hem terug. De rebound wordt weggewerkt door Heinonen. Brad Smulders staan op afstand. De laatste aanwijzingen zijn van coach Mike Pellegrims. Want als hij vanavond verliest, is dat meteen het einde van zijn korte trainerscarrière in Geleen. Dan is het aftellen begonnen. Voor hem de laatste wedstrijd en ook voor de spelers. Volgend seizoen, nieuwe ronde, nieuwe kansen.